Luc, je staat bij Patricia Steur. Dat klopt, ik sta bij Patricia Steur, fotograaf. En ik begreep dat jij, Barry en Thee, met je bij elkaar hebt gebracht. Oh ja, dat klopt. Ja, Thee belde mij op en die wilde graag dat Barry een liedje ging zingen. En hij wist niet hoe die hem moest bereiken. Dus ik heb Barry gewoon gebeld op Curaçao. En gevraagd of hij wilde komen voor Thee. En dat wilde hij. En zo geschiedde inderdaad, ja. En dat is niet de enige reden dat je hier bent. Want je hebt prachtige foto's gemaakt van Thee, onlangs nog. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Thee die belde mij op. En die zei, Patrice, ik ben met een roman bezig. En de hoofdpersoon is een fotograaf. En ik weet niet hoe haar mind werkt. Dus please fill me in. Dus we hebben hele leuke gesprekken gehad. Hij kan heel leuk vertellen, Thee. En zo is het boek gekomen. Ja, en dus voor zo'n laatste fotosessie. Dat is mooi natuurlijk om een mooie, nog een mooie fotosessie te maken. Hoe ging die samenwerking? Ja, is het makkelijk om Thee op de foto te zetten? Ja, heel makkelijk. Want we hebben dus een klik. Dus dan is het heel makkelijk om iemand goed op de foto te zetten. Hij begrijpt precies wat ik bedoel. We zijn alle twee rustig en het ging ja, fantastisch. Heel fijn om met hem te werken. Ben je tevreden? Heel tevreden. Thee heeft ze nog niet gezien, hè? Nou, ik denk een voorproefje. Maar ik weet niet wat die... Ik mag niks zeggen, hè? Zeg maar niks. Umberto, jij hebt de foto's volgens mij, hè? Je hebt nog niks gezien, hè? Althans, je hebt wel wat kleine beelden gezien. Een voorproefje. Een voorproefje. Nou, ik heb een eindproefje hier. Kijk, wacht even. Wow. Ik heb een kleine... Claudia, als jij mij even helpt. Als jij me een klein beetje optilt. Zo. Ik laat het publiek het alvast zien. Oh, wauw. Kijk. Patricia Steur, ja. En de Patricia Steur, die mag je natuurlijk uiteraard meenemen. Dat is mooi gedaan, hè? Ja.